want ik vergeet dich niet. In de schemer voor een duister ben ik even naar Blauwdorp terug geweest. Nee, ik vergeet dich niet. Even kijken voor een duister ben ik stiekem in Blauwdorp terug geweest. Het is als volgt. Nu zijn mijn dochters nog even verlegen. Maar ze hebben een dierendetectivebureau. En er is een hond weg. En ze moeten informatie verzamelen of iemand misschien die hond heeft gezien. Hallo, mag ik even jullie aandacht? Hallo, mag ik? Hallo, mag ik even jullie aandacht? Nou, dan gaan we meteen naar de eerste. Dan zeg je, ja, kijkt u eens. Dan leg je de telefoon aan de eerste. Niet ontstoren. Wanneer mogen we eigenlijk? Nu. Oké, okay, ja. Wacht even. Hallo, mag ik even jullie aandacht? Hebben jullie deze hond gezien? Eens kijken. Ja. Oh, maar dat is een mooie hond. Die ziet er ook uit. Oh. Dus zeg maar gewoon, we zijn van een dierendetectivebureau. Ja, Pup zegt en wij moeten deze hond opsporen. Ja, maar Pup zegt dat. Hè? Jij moet er ook iets zeggen. Oké, improviseren en actie. Nee, die heb ik helaas niet gezien. Jammer. Hey, top dat jullie dat doen. Ja. Oh. Ja, wat fijn. Maar wij willen ook graag een kaartje, want stel dat wij een keer ons hond wegloopt, kunnen we jullie bellen, hè? We gaan nu dus. Doei. We zijn een film opnemen. Speelt zich af in Blauwdorp. En het gaat over een dierendetectivebureau. En mijn twee dochters, Pip en Billy. En zij, ja, ben je een dier kwijt in Blauwdorp? Nou, kan je hun inhuren voor €2,50. En zij vinden dan je dier, je cavia, je slang, je hond. Kat. Ja. Hamster. Een fret hebben ze laatst nog gevonden. Ik vond dat ze echt heel erg leuk met de kinderen en dat ze daardoor zo hebben opgebracht. Dus het was echt schattig. Er zijn veel katten wat vermist worden en noem maar op. Dus dat zou wel ideaal zijn voor de mensen. Wat we gaan doen is, iedereen heeft zijn eigen letter gemaakt. Dus misschien moeten we even in volgorde gaan staan. Dus we gaan links beginnen. We doen deze drie platen gaan we doen. De CG en de R denk ik dat op de eerste plaat beginnen. Je hebt eigenlijk een schets, hè? Die heb jij gemaakt. En die schets die gaan we groot op die plaat zetten. Moet je altijd goed kijken wat de verhoudingen zijn een beetje, hè? Dat het allemaal past. Wij zetten de schets op inderdaad, zodat alles goed uitkomt. En dan kunnen zij daarna aan de slag om er een vette tekening creatief van te maken eigenlijk. Het is hun ontwerp, ja zeker. Ja, dat is ook belangrijk, hè. Nou ja, het is natuurlijk leuk. Kijk, als er dadelijk allemaal muurschilderingen in de wijk worden gemaakt, dat wat je daarmee doet, is dat je ook mensen inspireert. Ja, je hebt kinderen die gaan op een bepaalde leeftijd spanning opzoeken. Die zijn creatief, die gaan met een spuitbus de straat op. Ja, dat snap ik ook wel. Het is natuurlijk ook mooi als ze daar uiteindelijk dan ook iets moois mee leren maken. En zeker als we hier binnenkort dan allemaal muurschilderingen in de wijk gaan maken. En je inspireert die kids daarmee. Ja, dat je ze leert hoe je het goed doet. Kijk, ze moeten natuurlijk ook zelf op avontuur gaan. Maar je wil een beetje iets aanreiken waar ze zo de eerste stapjes mee kunnen zetten. Dus dat is eigenlijk wat we hier doen. Assimilatie. Zo, weet je, je pakt het gewoon samen. Kijk, en illegale graffiti, dat blijft ook gewoon bestaan. Maar ik denk, als je iets moois wil maken met spuitbussen, dan kun je ook op verschillende andere plekken je ding doen. Dat die deur open staat, dat is wel belangrijk, denk ik. Zeker voor de kids.